Hey jongens, nieuwe bijeen in de auto. Deze keer gaan we met Yassin Ayoub weg van FC Utrecht. Die heeft net een transfer gemaakt naar, tenminste te pakken naar Feyenoord voor ons seizoen. Leuke gozer en ja, goede voetballer. Dan gaan we even kijken wat zijn verhaal is. En lijkt me een leuke gozer. Dus ben benieuwd. Yes. Mij overal veel meer. Ja, moet jongen. Moet het, jongen. Hey, ik heb een shirtje voor je, maar hey, ja? Die boos op mijn woorden, hij stinkt. Wat dat is helemaal, het is gewoon gedragen, van mij gedragen. Nee man, ik heb geen plastic zakje. Echt een klootzakje. Wat wil je nog meer? Ik heb voor je uitshirt meegenomen, het is mooier. Ja, die is wel mooier, die rode is niks zwart. Valt wel mee. Valt wel mee toch? Ja. Ik stink niet hoor, als ik in de wedstrijd, jongen. Ben je groot toch? Ja, groot. Hetzelfde staat dan. Is dat je handtekening? Ja toch. Gewoon een beetje kras. Ja, maar jij gaat lekker weg. Eind van het seizoen. Ja man. Zo. Goed toch? Maar weet je, ik snap iets niet. Hoe kunnen ze jou nou vrij weg laten gaan? Gewoon. Ja. Kijk, het is een beetje zo gegaan, weet je. Vorig jaar was het niet tot een deal gekomen uiteindelijk. Ja. Of de vraagprijs en degene wat ze wilden geven, dat kwam niet overeen. Oké. Okay. Ja, en toen zei ik gewoon van, ik ga nu even gewoon wachten totdat de transferwindow afgelopen is. En dan zie ik wel, weet je. Ja. En toen hadden ze een nieuwe aanbieding gedaan, Utrecht, bij mij. En we kwamen er niet uit. En toen hebben we ervoor gekozen om te kijken of we in de winter nieuwe transfer kunnen maken. En toen heeft de club gezegd van, luister, we willen jou toch niet weg hebben. Dat was dus eigenlijk eind zomer al. Dat van, we willen je niet weg hebben, als we je kunnen verlengen, verlengen we je. Yeah. En als het niet zo is, dan willen we je ook niet nu of in de winter kwijt. Maar dan gaan we gewoon ervoor zorgen dat, dat je dan een transfer kan gaan maken ergens in de winter. En dan uiteindelijk kan je kiezen om transfervrij weg te gaan. Yeah. Maar wel een onderdeel te blijven van dit team. Ja. Toen heb ik gezegd, is goed man. Ik respecteer dat. Uiteindelijk moet je wel en kan je ook niet anders. Eerlijk gezegd, Utrecht heeft ook veel voor mij betekend. Ja, je speelt al lang daar, hè? Ja man, zo. Een beetje net als jij dan. Ja, maar, jij bent een beetje meer van club naar club naar. Ik ken het. Zwerven ben ik. Ja man. Nee, maar je hebt ook op Ajax gespeeld. Ja man. In de jeugd, man. Toen was jij daar. Wat? Oh ja? Toen was jij het eerst. Was jij ballenjongen? Maar toen had je. Ja man. Maar toen had je nog lang haar. Ja. Maar nu ben je lelijk en kaal. Ja, nu ben ik lelijk dik en kaal. Echt, dus nee man. Maar jij was ballenjongen toen? Ja man. Okay. Heb je nog met Urbi gespeeld of niet? Nee. Je hebt niet met Urbi. Ja, ik heb. De jaar daarvoor was jij daar nog toch? Toen Urbi. Urbi kwam één bij één. Ik ging volgens mij net weg, toen kwam hij bij één. Juist. Ja. En ik was in het eerste jaar was ik misschien twee of drie keer ballenjongen bij jullie, man. Leuk, man. Dat was wel lachen, man. Ging kijken hoe ik die acties deed, toch? Ja. Jij was sowieso die buitenspeler, zo. Naar buiten, naar die voorzet. Ja, toch? Die rechterbeen. Dat is altijd makkelijk. Ik heb een goede voorzet, man. Ja, dat had ik wel. Die had ik wel, ja. Ja, die ben ik. Ik had niet echt ook een actie nodig. Ik was best wel snel, maar niet echt dat je denkt van, wow, wat een gekke actie. Dat niet, maar. Nee, maar het was gewoon, weet toch, die klassieke rechtsbuiten van vroeger. Ja. Gewoon aan de lijn, die cross krijgen, aannemen. Ja, toch. En dan hoef je er niet eens helemaal langs te zijn, maar die bal kwam wel goed voor, weet je. Ja. Maar Ajax speelde vroeger echt zo. Met die klassieke rechtsbuiten, weet je. Je moet die linkerbaan nemen, zo. Oké, en Kaas dan? Links. Kaas? Ja, wat? Je moet gaas geven. Doe niet aan die dingen, man. Niet, nog eens. Links. Zo? Je bent Nederlander, man. Derde afslag. Wat begrijp je niet? Ja, maar ik zat te kijken. Ik dacht daarin. Dat is A12. Hier, kijk. Deze. Hierin? Zo. Draai. Ik ben hier niet zo bekend, jongen. Kijk, A12 hier. Oh, oké. Okay. Ja, maar hey, weet je wat? Heb je niet te snel keuze gemaakt met transfer maken? Omdat de WK eraan komt? Ja, maar dat is toch juist goed nu, of niet? Want kijk, nu zit ik zeg maar in een... we moeten nog eentje naar links, man. Zie, ik zei het nog. Toch, of niet? Kijk,
Ja, 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 we moeten er nog eentje doen. Weet je zeker? Ja, rechtdoor. Ja, rechtdoor zijn dan, kijk. Ja, ja. Daar weer. Hey, maar, weet je wat het is? Kijk, het is toch juist beter, omdat kijk, nu weet ik waar ik aan toe ben voor volgend seizoen. Ik weet precies waar ik aan toe ben. Mijn gezin weet waar ik heb twee kinderen. Ja. Ik weet niet of je dat wist. Ja, weet ik. Ja, ik ben gewoon vrouw, twee kinderen. Ik ben serieuze mannen. Ja, ja, ja. Ik ben van die grappenmakers. Nee, hè? Nee, ik ben gewoon serieuze man. Recht door de zee. Ik heb er expres voor gekozen. Jong, stabiliteit. Goed voor mezelf, weet je. Je weet hoe het is met voetbal. Je weet, je hebt precies meegemaakt wat je denkt. Als je alleen bent, gaat fout. Ja, gaat fout. Zeker. Gaat fout, doe je niet? Ja, dan ga je gekke dingen doen. Dan ga je rare dingen doen. Dan is je focus helemaal ergens anders. En dat wil je niet, weet je. Nee. En dat, maar goed, dus mijn gezin weet waar ze aan toe zijn. Ik weet waar ik aan toe ben. Ja. En volgend seizoen kan ik mij dan volledig focussen op Feyenoord. Maar nu... Wat zegt hij nou? Oei, joh. Hey, luister, ik heb twee kinderen, ik heb vrouw, ik wil het graag zien. Als het kan, hè? Hij remt zelf die auto, die gaat nooit, ik kan nooit tegenaan gaan. Ja? Okay. Ja, veilig, ja, want jou vertrouw ik niet. Je moest naar links. Ring Utrecht, zegt hij hier. Okay. Navigatie zegt Ring Utrecht. Oké, okay, is goed. Ik volg jou, weet je. Ja, maar kijk, want ik zat wel te denken van. A27. Oké, okay, je moet deze A27 hebben. Ja. Ik zat te denken, als je nou. Ja, je laat zien op het WK, dan kun je nog een grotere club misschien. Tuurlijk. Buitenland. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Alleen weet je wat het is met dat? Het kan ook weer anders lopen. Dat je bijvoorbeeld geblesseerd raakt. Dat je bijvoorbeeld. Ja, je weet nooit, weet je. Ja, voetbal is raar, weet je. Ja, ja, ja. Eén moment kan alles veranderen. Ja, dat is ook zo. Ja, toch? Gelijk in, ja. En dan kan je beter voor stabiliteit kiezen. Ja. Plus, Feyenoord is gewoon een grote club. Ja, ja. Het is een hele mooie club om daar te spelen. Ik zou gek zijn als ik zou zeggen nee, weet je. Dan, ja. Ik kon naar Turkije bijvoorbeeld. Ja. En Duitsland. Maar ik kon in Turkije. Nou, wie weet hoe dat is. Dan krijg je heel veel geld. Mm-hmm. En dan word je eentje betaald en dan krijg je nooit je geld meer. Nee, dat is niet eens meer het probleem daar. Maar ben je gelukkig, weet je. Ja, niemand om je heen. Je kinderen, je kinderen zijn nog jong. Ik heb een kind van twee, de oudste. Ja. De jongste is één. En dan... moeten ze daar naar school Turks leren? Ja, lekker. Nee, maar daar heb je gelijk. Dat is wel mooi dat je er zo op kijkt. Ja, kijk, weet je, je bent jong, maar je moet wel rekening houden met een gezin die je hebt. Weet je. Plus, nu, ik kan mij ook in de kijk spelen voor het WK. Ik weet waar ik aan toe ben. Ja, je hebt zeker. Ik kan gewoon proberen alleen maar met Utrecht het juiste te doen. Goed seizoen te draaien. En dan zo hoog mogelijk eindigen dat die trainer mij alsnog meeneemt. Maar ja, want hoe zeker ben ik van een plek? Ja. Dat is ook weer iets. Ja. Je hebt wel die, hoe heet die trainer ook van Marokko? Renard, ja. Je hebt veel interlands gespeeld al, hè? Ja, ik heb bij hen. Ja, of niet? Nee, joh. Hoeveel heb je gespeeld? Ik heb geen één. Nog niet? Ik speel altijd voor Nederland, hè? Oh, 27. Luister wat Noord heeft gezegd. Hij is 22. Hij is 22, hij heeft 4 kinderen. Hij heeft 86 interlands. Vuile hond, hij heeft mij ook genakt, jongen. Ik ga me nakken straks, zeg ik, zweer het. Ja, ik zou het zwaar nakken. Ik zou het zwaar nakken als ik jou wil. Ja. Ik vraag hoe Memphis Depay is. Ja, Memphis Depay is best vriend. Ja, maar hij heeft altijd praatjes. Heb je. Ja, hij heeft altijd praatjes, die nooit en altijd. Maar, wat ik je zeg, weet je, dus... het is goed voor mij, denk ik. Ik denk dat het de juiste stap is, ook in mijn carrière. Wat zou jij doen? Laat me het aan jou vragen. Kijk, je hebt nu... Die cyclus heb jij al gehad, ja. Toch? Ja, wat zou jij doen? Ja, ik weet niet. Kijk, het is wel wat jij zegt. Van, kijk, één moment kan alles veranderen in het voetbal. Weet je? Dus dan ben je geblesseerd, heb je geen club. Dan is het klaar. Weet je? Dus nu, ja, als je het zo bekijkt, dat vind ik wel heel goed voor jou. Dus waarschijnlijk had ik dat ook wel dan gedaan. Dan had ik ook gezegd, kijk, ik heb vastigheid. Als ik goed WK speel, dan komen de clubs sowieso ook wel. Volgen ze wel? Ja. Dan gaan ze je toch wel volgen. Ja. Dan is het aan jou om bij Feyenoord op dat moment... ja, wel je wedstrijden te spelen en te vlammen. En kijk, ik bedoel van, hoe zeker ben je ook van een plek op het WK? Voor mij. Ik weet niet of hij mij gaat selecteren of niet, weet je. Dat weet je nooit. Ja. Er zijn ook andere spelers, zijn er ook grote spelers daar, weet je. Die kan nemen. Ja. Die keuze moet wel op jou vallen. Dat is één. Dan moet je nog aan wedstrijden gaan spelen. Want dan moet je ook hopen dat wij als ploeg doorkomen. Want als je doorkomt, dan pas ga je echt wedstrijden spelen. Want in de beginfase gaat hij natuurlijk voor zijn vaste basis kiezen. Ja. En, hoe groot acht je de kans om te gaan spelen? Ja, ja, ja.
überhaupt er zijn, maar daarna ook nog eens te spelen. Ja, maar je hebt nog dus nog geen interland gespeeld. Voor Marokko niet. Nee, maar ik heb wel heel veel voor Nederland. Nederland, ja. Ja, jeugd. Ja, ik zag dat, ja. Maar ik heb EK gewonnen, hè? Ja, heb je EK gewonnen, ja? 17. Met man. Oh, dat is wel mooi. Toen met al die jongens, Memphis Depay, Anos Ashoba, Jetro nog. Zat daar Drenthe ook bij? Nee, die is veel ouder dan ik, joh. Oh ja, tuurlijk, ja. Ik ben jonger dan Zeki, hè? Hij is al 30, hè? Ik ben jonger dan Labiat, hè? Ja. Ja, man. Je bent oud, kom man. Weet je wat het is? Ik gedraag me volwassen. Dat is... Ja, dat kan. Dan kom je ouwe over. Ja, toch? Ja, is echt, ze kan wel. Labiat is net een kind. Ja, joh. Daar, je bent net een kind, maar het probleem is, ik weet dat jij al 50 bent. Ja. Zo zie ik er wel uit, hè? Godverdomme, man. Ik ben wel afgevallen. Ja, nee, nu, man. Och, ik denk boven de 100 kilo, man. Nu. Maar je bent wel lang, of niet? 81. Oei. Klein, dikke prof, jongen. Zag je dat aankomen toen je, in jouw carrière? Ja, ik was altijd wel zwaar hoor, voor voetbal ook. Ik woog 83 kilo. Ja? Bij Ajax, ja man. Maar je was wel snel. Ja, ik was snel, maar ik heb een dikke reet, weet je wel. Dat heb ik gewoon... Dat was wel goed, dat is sterk. Ja, die sterk. Ja, en zulke bovenbenen heb ik wel. En ik heb zo'n lul, dus dat scheelt. Ja, dat zeg je over jezelf, maar ik weet niet wat anderen daarvan vinden. Vraag maar Lamiat, weet hij wel. Ja, hij tegen mij is gewoon net een kind, man. Een kind eigenlijk? Net een kind, weet je. Oh! Kind. hij heeft pas zijn eerste schaamhaar gekregen. Ja, tuurlijk. Hey, maar op zijn 24ste kreeg hij zijn eerste schaamhaar, tegen mij. Nee, graag. Ik was op mijn 20ste kaal, jongen. Ja? 21, begon het bij mij. Ja, maar ik zag die inhaal, hij begon hier bij jou. Ja, hè? Hey, maar bij Ajax, die inhaal was hier, hè? Luister, ik ben niet perfect, hè? Ik ben ook niet de perfect. Maar jij? Ja. Dat is ook gevaarlijk, hoor. Ja. Was hier die inhaal. Zo, hier helemaal. Ergens. En ook nog een bandje indoen, ik had het niet. Dat kon echt niet. Hey, maar super, wat deed ze tegen jou? Huh? Wat deed ze tegen jou? Ik durf niks te zeggen, joh. Laat ze allemaal gelijk bekken. Ja, tuurlijk. Hé, hey, maar Soef. Heb je Soef gezien? Heb je die kale hier? Hij wou voor jou wat krullen lenen, zei hij tegen mij. Maar Soef is een goede jongen. Soef is een goede jongen. Ja, hij is ook. Hij zit in die app. Ik kan niks over Soef zeggen. Soef is mijn mat. Maar die kale daar, die andere kale, die wel. Ja? Ja, ze brada. Die knie. Ja, maar hij is hard die knietje hier. Maar Memphis de Pijver, hè. Memphis de Pijver. Ja. Ik ken Memphis. Ik mag Memphis, weet je. Goede speler en zo, altijd gevonden. Ja, van de week weer goed gescoord, hè. Tegen Paris. Winnend, hè. Hij kwam erin. Hij kwam erin, hè? Hij scoort winnend. Oh, die trainer, mooi. Ik weet niet wat hij met hem heeft gedaan. Ja, maar hij is wel... Goeie goal, hoor. Ja, maar die jongen, die wordt wel steeds weer beter. Hij was... Bij Manchester United was het niet leuk. Weet je wat het is? Het is moeilijk, man. Besef, hij is mijn leeftijd. Ja. Hij heeft kapot veel geld ineens. Ja. Iedereen praat over hem. De nieuwe Cristiano Ronaldo. Dat verwachten ze ook van hem bij Man U. Ja. Kreeg nummer 7. Ook nog. Ja. Nummer 7 heeft Cristiano Ronaldo daar gedragen. Hè? Ja. Dat is niet niks. Dat kan daarna Beckham. Dat is gast. Kijk wat voor spelers, man. En dan moet jij als speler die net van PSV komt, natuurlijk iets minder ervaring dan al de... Moet je in de Premier League moet je de sterren van de hemel spelen, ja. Maar ja, dat wordt moeilijk, ja. Ik kan het wel begrijpen, man. Heb jij nog broers of zussen? Die vragen of ik broers heb. Ik heb 5 broers, man. Doe stoer. Echt? Doe stoer. Wat, echt de Marokkaanse familie? Doe stoer. Ik bel ze gelijk. En je neven? Heb je ook nog 50 neven? Ja, ik heb zeker, man. Ja, ik heb echt groot familie, man. Ja, goed familie? Ja, man. Ja, familie Ayoub is wel groot, man. Ja, kijk, ik ben de jongste en ik krijg al kinderen. Dus die familie wordt alleen maar groter en groter. Maar wat doe je nou als Nederland af dan komt? Of Marokko, wat doe je dan? Dat is een moeilijke vraag, hè? Ik vind het moeilijk, man. Maar ja, weet je wat het is? Uiteindelijk als speler ga je kiezen waar je de meeste kansen ziet. Ja, tuurlijk. Kijk, ik persoonlijk kies daarvoor, weet je, waar mijn ontwikkeling goed is. Als ik bijvoorbeeld bij Nederland echt de kans heb om te gaan spelen, dan zou ik niet voor Nederland kiezen. Tuurlijk. Maar nou, op dit moment, Nederland wil niks van mij weten, man. Ja, nog niet. Misschien komt dat nu. Ja, wie weet, man. Ik ga daar ook hoog spelen, ik moet een hoge club mee aanzien. En dat is ook weer zo. Ik denk als ik daar presteer, dat de verschillen weer groot zijn. Maar ja, dat hangt allemaal vanaf, weet je. Want ik wil gewoon op dit moment gewoon met Marokko naar het WK, man. Ja. Maar ja, als Marokko mij niet selecteert, dat betekent dat ze het ook niet in mijn zin zitten. Ja. Dan moet ik een andere keuze maken. Op dat moment niet, nee, want dan gaat hij gewoon voor iemand anders te trainen. Ja, dus dat betekent dat hij het niet in mij ziet. Ja, dan moet ik een andere keuze gaan maken. Ja. Dan is het voor mij gewoon duidelijk en dan moet ik...
mezelf in de kerk gaan spelen bij Nederland. Maar als hij mij wel meeneemt, dat betekent dat hij vertrouwen in me heeft. Hij neemt je niet zomaar mee naar het WK. Nee, er zijn maar 23 spelers, hè? Ja, daarom. Je meeneemt. Gewoon, en jij hebt ook kinderen, toch? Ja, man. Hoeveel? Vijf. Vijf meisjes. En hoeveel te kinderen heb je? Vijf meisjes. Hoeveel kinderen heb je? Vijf meiden heb ik. Nee. Ik zweer het. Hè? Ja. Zeg ik zweer? Ik zweer het. Hij heeft vijf meisjes. Ja, ik heb een zoontje. We kunnen als je wil... Ja, ik heb ook een van kinderen. We hebben het allemaal van de moeder. Niet we kunnen even wat regelen als je wil. Ja. Ik heb een mooie zoontje, hè? Ja, dat is kijk. Ja, laat het zien. Hey, mijn zoontje is een playboy, jongen. Hij lijkt totaal niet op mij. Dat wou net zeggen. Ja, man. Serieus, man. Hij lijkt totaal niet op mij, man. Ik mag je laten zien. Ik vind die mooi, boy. Ja, hey, knap gozer, man. Hey, ik weet zelf, laat het zien. Laat. Wel, ja, doe maar hier. Okay. Mooi, mooi. Hey. Ja, maar wel mooie haren. Hey, dat heeft hij wel voor mij. Oh, dikke haren, man. Hey, dat heeft hij wel voor mij. Ja, hij is een mooi boy, vriend. Knap, hè? Knap kind. Hey. Is, en, die, en mijn dochter? Die, oh, ik nog dochter. Dus je hebt een zoon en dochter, hé. Hey. Ja, man. Geluk heb jij, zeg. Ik heb alleen maar meisjes. Heb jij alleen maar meisjes? Ja. Wat ja. krijg je ervan? Ja, dat wordt gestraft. Ja, ik heb... Dat is echt gestraft, man. Nee, even kijken, man. Mijn dochtertje, ja, die is ook fattig, man. Die is ook schattig, jongen. Is jouw vrouw Marokkaans ook? Ja, man. Oké. Okay. Zie je niet, hè? Nee, licht. Ja. Beetje... Ja, een beetje witachtig, hè? Ja. Kijk. Ik heb een schattige dochtertje. Ja, mooi man, mooi. Ja, die is mogen het zien. Van, ja, lief. Ik ben trots op je. Ja, tuurlijk. Oh, dit is het belangrijkste alles. Wat er is dan. Zijn maar alles, man. Ja. Zijn maar alles. Voor hun alles, jongen. Voor hun geef ik zelfs voetbal op. Ja. Nee, maar is ook, kijk, als je verloren hebt zo bij de wedstrijd, hè, wat nog wel ja. gebeurt bij Utrecht, dan kom je thuis en dan, weet je, dan vergeet je alles toch? Ja, is het eerlijk, vooral als je zo'n vieze wedstrijd hebt gespeeld. Ja. Weet toch, als je slecht bent geweest of zo, je bent echt nep geweest en het ging gewoon niet die dag. En dan kom je thuis en dan, je bent boos, weet je, want ik kan niet tegen mij verliezen. Nee, ik kan echt niet tegen mij verliezen. Ja. Ik haat verliezen. En dan, ja, die dag, dan kom ik thuis en dan wil ik niks te maken hebben met mijn vrouw, maar als mijn kinderen naar me toe komen, ja, man. Ja, is dat ook, als je dan, zeg maar, chagrijnig bent met voetbal, dat je vrouw zegt van, oké, laat me met rust? Ze weet het. Ja, 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 ja. Zij weet. Als we hebben verloren, zij komt niet naar mij toe. Zij weet. Ja? Ja, ik kan niet tegen mij verliezen, man. Oh. Zij dat weet. Dat is een goede eigenschap. Ja, nee, maar zij leest mij ook, hè. Zij leest mij. Zij weet ook, maar ze weet ook. Zij weet van, oh, ze kijkt die... Mijn vrouw houdt geen voetbal. Niks weet van voetbal. Nee. Helemaal niks. Zij kijkt, zij ziet die uitslag op LiveScore. Gewonnen? Ja, ja. Dat betekent, we gaan naar buiten, we gaan chillen, we gaan leuke eten. Dingen doen. Lekker uit eten en zo. Verloren? Ja, niks. Weer wachten tot onder, wil je eten? Nee? Oké, is goed. Ga maar PlayStation, een beetje tot rust komen. Krijg je niet weten. Is wel een goede vrouw, man. Mooi. Ben je al lang met haar? Ja, 3 jaar nu, man. 3 jaar? Ja. En, oh, dus heb je wel eens een kachel? Ja, man. Heb je wel snel... Je hebt wel nodig, hè, die kachel. Ja, man. Ik heb 2 potten, toch? Ik heb verrotte tanden, je hebt verrotte koop. Maar hij heeft verrotte adem. maar... Ja, dus heb je wel snel kinderen gemaakt met die vrouw ook? Ja, man. Dus dat voelde al gelijk goed? Ja, mijn vrouw is echt top, man. Ik mag echt niet klagen. Oh, mooi. Echt waar. Ik zat bij Utrecht. Want ik zat tegen het eerste aan. Ja. Ik was ook... ik ben een jaartje jonger dan Zeki. Toen hij 16 was, was ik 15. Toen ik 15 was, ging ik naar Utrecht. Ja. Toen ik 16 werd, kwam ik bij Jong Utrecht. En ja, 17... Met 16 al, Jong Utrecht? Ja, man. Zo. Toen had Jean-Paul de Jong had mij... Meen je? Had mij toen gehaald naar Jong. Toen speelde ik, weet ik nog, bekerfinale tegen Ajax. Met hem. Zo, ik heb 2 bekerfinales met hem gespeeld. Ja, man. Dus hij heeft wel vertrouwen in jou, hè? Jawel, man. Hij zag het altijd in mij zitten, man. Ja. Maar dit ook wel goed destijds. En toen 17 sloot ik al deels aan. En 18 teken ik mijn profcontract. Dus, nou, in jullie tijd was wel echt mooie voetballers. Mm. Ja, ook Messi natuurlijk en Ronaldo en zo. Maar die tijd was anders, man, voor jullie, man. Ja. Jullie hadden echt stylisten, man. Goed, hè? Hé, hey, maar Ronaldo. Ik heb ook tegen Ronaldo gespeeld. Welke? Die nu speelt nog. Die van Real Madrid. Ja? Hij speelde bij Man United. Was dat jij? Bij Everton. Oh, dus ik zat zo op de bank. En ik zat altijd op de bank. Ja, zat je altijd op de bank in Engeland? Altijd. Ik heb 17 wedstrijden gespeeld in 4 jaar tijd. 4 seizoenen. Wow. Ja, niet helemaal. Te veel space, hè, daar.
Of niet? Nee. Ja, niet, maar gewoon, ik had geen goede band met de trainer. Zo moet je rechts afslaan. Excuses. Waar had ik het over? Ronaldo, oh ja. Die zat ook op de bank. Die was een beetje geblesseerd en zo. Op een gegeven moment deed hij zo tegen die trainer. Hey, gaan we even lopen. Die trainer zo, Ferguson. Hij loopt. Dan liep hij zo 3 keer op en neer. Deed hij zo. Trainer, doe maar wisselen. Hij bepaalde gewoon niet dat hij erin kwam. En hij kwam erin? Ja, tuurlijk, hij kwam er gewoon in. De vlammen. Was hij goed? Ja. Oh, was hij goed. Bij Menu was hij goed, hè? Ja. Nu is hij meer op zijn goals en zo, weet je. Nu is hij echt een... Kijk, het is niet mijn type voetbal. Hij is echt, ik bewonder hem hoe hij het heeft bereikt. Ja. Dat is echt niet normaal, dat is een voorbeeld voor iedereen. Ja. Maar ik kijk graag naar Messi. Het is gewoon anders, weet je. Mm. Ronaldo, hij is echt, hij is gefocust op alleen maar die goals maken. Ja, 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 ja. Maar Messi, hij kan het team beter laten voetballen, man. Ja, tuurlijk. Dat is Messi, weet je, en daar hou ik van. Ja, hij is wel, ik ben wel een Ronaldo fan, hè. Maar wat Messi doet is ook ruimte maken voor andere spelers en zo. En dan snap je? Of weet je nog, ik weet nog, begin van dit seizoen. Hij had een mannetje bij hem staan. Die hem de hele wedstrijd moest volgen. Toen dat was volgens mij tegen Madrid, ja. Dat was tegen Madrid. Oh, ik weet al, die Kroatische jongen. Yes. Hoe heet die? Ja, ik ben zijn naam vergeten. Dat is niet normaal. Hij volgt alleen maar Messi. Hij kijkt niet naar de rest. Juist, en toen kwam die goal eruit. Ja, klopt. Wie was dat ook weer? Niet Nacho, nee, dat was... hoe heet die nou, man? Ja, die Russen van Servië is dat. Ja, ik weet precies. Ja, die korte, toch? Ja. Ja, ik weet... hoe heet die gek? Maar dat zag je. Hij liep gewoon... Hij rende achter hem aan. Hij keek niet naar wat daar gebeurde. Hij ging gewoon Messi volgen, weet je. En Messi, kijk hoe slim hij is, hè. Hij trekt die hele gat open voor Rakitic was dat toen. Ja. Hij trok die hele gat open. Kijk, dat is voetballer, man. Dat is een hele andere mentaliteit. Ja, maar we hebben het over. Twee wereldtoppers. Mag daar mijzelf totaal niet mee vergelijken. Nee, ik ook niet. Oh, we zijn er al. Ja, man. Oh. Ja, bij die jongen daar. Ga jij gelijk weg? Ja, man. Ga naar huis. Hier staat nog een file. Cool, man. Bedankt, man. Dat was echt gezellig. Ja, dankjewel. Hey, thanks, man. Sterk, man. Ik zie het wel, man. Ik zie het verschijnen, ja. Je moet even je e-mailadres sturen. Ja, ik heb jou. Dan stuur ik die veel naar jou toe. Is goed, ik heb jou, ja. Oké, vriend. Bedankt, hè. Ja.